Frank, als ik nou wat meer panelen heb, 100, dat soort zaken, wat voor een inverter heb ik dan nodig? Ja, tot 120 panelen heb je de 27.6. Nou, dit is dan een grotere Synergy, maar één zo'n unit als dit, dat is een 27,6 kilowatt. Ja. 120 panelen ongeveer. Wil je nog wat groter, en we hebben het over Q1 2020, dan krijgen we de 75 kilowatt omvormer tot 350 panelen. Dit is 75 kilowatt. Echt gewoon van, hier kunnen 300 panelen op. 350 ongeveer, max, als je hem goed overdimensioneert. Ja. Deze heeft dus de HD-Wave-technologie. Zeg maar, de HD-Wave-technologie die kwam op de 1-fase omvormers. Ja. Die brengen we nu ook naar de 3-fase omvormers. Veel betere sinussen. Krijg je minder ruzie met het net, want je hebt veel betere sinussen. Dat is ook een van de voordelen, maar met name ook de warmteontwikkeling is bijna... Ik wil niet zeggen nihil, die heb je wel, maar in vergelijking tot de conventionele manier met MOSFET, heel verhaal, heb je dat bij deze eigenlijk veel minder. Dus ook een hoger rendement? Efficiëntie is veel en veel hoger, ja. Hoeveel? 99% is wat we gaan halen. Jezus. En hoeveel? Er kan 800 tot 1000 volt in en dan komt er gewoon netjes 400 volt drie fase uit. Exact, ja. Maar we werken natuurlijk wel altijd met de vaste werkspanning voor de kenners onder ons, maar uiteindelijk komt er gewoon 400 volt lijn uit.